In het geval dat we de wedstrijd winnen, gaat er altijd een verzorger mee met de winnaar voor de podiumceremonie en die dan ook af te wassen en droge kleren aan te doen en dergelijke meer, te zorgen dat hij klaar is voor het podium. Andere verzorger vangt de andere renners van de ploeg op. Dan rijden ze door met de fiets naar de bus. Meestal beginnen ze dan ook direct los te rijden, even nog, op rollen. En tijdens dat moment krijgen ze ook al een recovery shake. Dus onmiddellijk direct na de wedstrijd. Voor het douchen, voordat zij andere zaken doen. Ook diegenen die niet losrijden, komen de bus op en krijgen direct een recovery shake. Dan douchen zij zich op de bus. En dan zorgen wij ook altijd, nadien na het douchen, bij de transfer naar het hotel, dat zij iets hebben om te eten. Om dus direct de eerste koolhydraten vooral het eerste hongergevoel te overwinnen. Dat kan gaan van broodjes, dat kan gaan van gekookte rijst en dergelijke meer. Dan, van het moment dat er aangekomen wordt in het hotel, gaan er een aantal renners direct naar de massage. En de verzorger die in het hotel gebleven is tijdens de dag, die heeft ook gezorgd dat er op een bepaalde kamer fruit staat en dergelijke meer, dat daar noten staan. Dat er allerlei zaken staan om hun hongergevoel wat te overwinnen. Zonder dat ze daarbij gaan al een zwaar gevoel krijgen of gaan dik eten, om het zo te zeggen. Er wordt ook wel rekening mee gehouden, afhankelijk van welke soort wedstrijd is het geweest. Zware wedstrijd, lange wedstrijd, korte wedstrijd, warme wedstrijd, koude wedstrijd, zo die toestanden. Een beetje afhankelijk daarvan wordt dan ook de voeding die ze direct na de wedstrijd krijgen, daar een beetje aan aangepast.